Zac Efron of Zemelik? Zijn natuurlijk. Zac, heb je die gezien in Baywatch? En jij? Oh, ik zou zeker niet voor Zac kiezen. Iets te gespierd vind ik een beetje eng. Ja, ja. Jennifer Lawrence of Selena Gomez? Jennifer natuurlijk. Sorry hoor, Selena Gomez, dat zou ik me toch een beetje een kinderverkrachter vinden. Ja, jij valt op oudere vrouwen, toch? Wanneer was je eerste zoen? Ik ben in Cucharese, in de disco. Na sluitingstijd wil ik hem een zoen geven op zijn wang, maar hij trekt me zo naar zich toe en begint me te zoenen. Bam, bam, bam. Die tong zo... flap in mijn keel. Bam, bam, bam. En ondertussen denk ik alleen maar... ik ben nu aan het zoenen. Ik ben nu echt aan het zoenen. Ik was dus 5. Oké. Ja, ik had een oude buurmeisje en die vroeg dan... hé, zei het weer dit mooie schriftje? Schriftje? Ja, we hadden heel weinig toen. En ik vond het een mooi schriftje met een plaatje van een puppy erop. Puppy? Als je dit schriftje wil, moet je je kleren uittrekken. En dat deed ik dan en dan ging ze op me liggen. Hoe oud was zij? 16. Pardon? Ja, echt. Ze had alles al. Haar borsten, een bos haar daar en zo. Ik wist ook niet wat we deden of het goed of fout was. Maar ik kreeg een schriftje met een plaatje van een puppy. Heb je wel eens gedacht dat het misschien niet helemaal oké was? Wist ik veel. Ik had geen idee. Thuis werd er nooit over gesproken. Wat wilde jij later worden? Piloot. En jij? Mijn moeder vroeg een keer wat ik later wilde worden. Ik was 6 en ik zei... hoer. Oké. Ik wil hoer worden. Ik kreeg een geweldige klap van hem nu nog. Heb je wel eens gedacht dat dat misschien niet helemaal oké was? Ik begreep het niet. Ik bedoelde natuurlijk die vrouwen die je altijd in films zag. En waarvan mijn moeder dan van zei dat het hoeren waren. Wat wist ik nou? Voor mij moest een vrouw maagd zijn voor het huwelijk. Ze moest een hoofddoek dragen. Andere mannen mochten haar niet bekeken hebben. Ze moet puur zijn en... nog meer dan? Ja, ze mag me nooit... Wat? Pijpen. Ja. En waarom mocht ze dat dan niet? Pijpen? Als zij mij dan eerst zou... Pijpen? En dan straks met diezelfde mond mijn kinderen gaat kussen? Gadverdamme man. Durf je weer niet, Saïd? Ella Boudi? Hé, dat ruimt trouwens. Saïd durft weer niet. Of Ella Boudi doet het niet. Akiet ruimt ook op niet. Dus Akiet. Evrim Akiet. Liefde. Wat is de liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Smeken hier op mijn knieën. Vragen, laat mij.